Welkum op de tweede Lustrumfeest van Carillon Baren. We zijn hier om het bestaan te vieren van een van de meest onzichtbare muziekinstrumenten van de westerse wereld. En dat geldt, nog meer dan bij het orgel, zeker ook voor de bespeler. Vandaag is dat allemaal anders, omdat de Beyerdier, daar boven in de toren, Bauke Reitsma, op het scherm hier beneden, in deze tent en in die tent, te zien is. U kunt hem aan het werk zien terwijl u het hoort. Dat we dit feestje kunnen vieren is te danken aan de velen die financieel en op andere wijze hebben bijgedragen en dat nog steeds doen, al is het maar via het Anjerfonds. Onze Beyerd mag gewoonlijk dan wel onzichtbaar zijn, maar onze oren kunnen zijn aanwezigheid zeker niet over het hoofd horen. Want de parelende klanken van dit fijne carillon omspelen de Brink en omgeving, tenminste ieder kwartier, met opwekkende vrolijkheid. We zijn even naar binnen gelopen, de kerk in, buiten volop feest en het carillon speelt. Hoe voelt dat? Ja, het voelt geweldig. Heel leuk is het dat je hem nu ziet spelen, hè, beneden, want dat gebeurt anders nooit. Nee, dat kost een paar centen, zeg ik dan maar. Maar er is een beeldverbinding van boven naar beneden. Dus hier op het plein kun je op twee grote monitoren de Beyerdier zien spelen. Maar er is ook een retourlijn, zodat de Beyerdier boven kan zien wat er beneden zich afspeelt. Ja, het carillon is nu compleet, hè? Tweede lustrum. De klokken zijn er allemaal, het storkelklavier is er allemaal. Staat er verder nog wat in de planning of zegt u van nou, we zijn klaar zo? Gewoon genieten. Ja, nou is een technisch verhaal. Als je hier op de Brink loopt, dan hoor je ieder kwartier het carillon spelen. En dat zijn de kwartierdeuntjes en het half uur en het hele uur. En daar zit niemand boven om dat te doen natuurlijk. Dat wordt geheel automatisch geregeld via een computer. Daar staan die melodieën. De hamers die daarvoor worden aangestuurd, zijn elektrische hamers. En die hebben maar één mogelijkheid, dat is een soort binair stelsel, hè? Aan of uit. Dus het is een grote klap met de hamer. En je kunt dus niet nuanceren. We hebben net een stuk van Bach gehoord, gespeeld door Bauke. En daar kun je heel langzaam, de tweede deel, die saraband, daar kun je heel langzaam heel zacht spelen. Heel zacht aanslaan. En dan weer hard. En dat kan zo'n elektrisch ding niet. Om een lang verhaal kort te maken, er wordt nu gedacht aan een andere manier van aansturen. Niet elektrisch, maar pneumatisch. Dat betekent dat je een soort fietspomp hebt en die luchtdruk die drukt dan een kunstvinger op de stok en daarmee wordt gespeeld. En dat klinkt wat mooier, genuanceerder. En als de Beyerdier er is, dan heb je gewoon zijn eigen lichaamskracht weer. Ja. Dus daar wordt nu aan gedacht. Dus toch nog wensen. Toch weer een technische verbetering, ja. U gaat twee abseilers zien, die komen vanuit de toren en de ene heeft een bord bij zich. En op dat bord staat geef met klinkende munt voor de Beyerd. En de andere abseiler, of abseilster moet ik eigenlijk zeggen, die voert de vlag mee van Mado Top 1 Toys. En dat is de sponsor van deze dag. En die sponsoren het kinderprogramma, wat ook een hele belangrijke rol heeft. Dus ik hoop nog dat er een heleboel kinderen bijkomen zometeen die mee kunnen doen aan het kinderprogramma. Uw applaus voor deze abseilers. Ja, en ze zijn beneden. Nou ja, het bord hoeft verder geen uitleg, denk ik. En wij willen allemaal natuurlijk dat dit prachtige carillon behouden blijft voor de toekomst. Zodat u het iedere dag toch een aantal keren kunt horen. Dat is toch heel belangrijk, een belangrijk onderdeel van het dagelijkse leven hier in Baren. We gaan toch even met deze kinderen gaan we zoeken naar die klepel. Jullie hebben gehoord van de Beyerdier, van Bauke, hoe dat ding er ongeveer uit moet zijn zien. Hij is daar uit het ruimpje terechtgekomen en dus moet hier ergens liggen. Gaan jullie zoeken? Ga maar zoeken. Bauke wil hem natuurlijk heel graag terug hebben, want dan klinkt zijn muziek weer zuiver. Ik heb ook geen idee waar dat ding ligt, maar misschien moeten jullie een iets grotere cirkel gaan maken. Hoe lang ben je er al bij? 10 jaar ben ik erbij. En dat is vanaf het begin, hè? Vanaf het begin. Erika die wilde heel graag een stokkelklavier. Zij speelde op een soort pianola. En Erika die was toen bij haar dier? Erika was toen de bij haar dier. En op een pianola klinkt dus zoiets allemaal even hard. Je kunt niet een nuancering aanbrengen.
En dus haar wens was gewoon een stokkenklavier. Nou, vanaf de gemeente, hebben we net gehoord, kregen we toch ook, kreeg zij medewerking. En toen zijn wij gestart met eerst Egbert Spierenburg als voorzitter. En daarna Ruud Bloemers en nog eens een keer Annemarie van Julius. En nu dan Dick Vermeij. En wij hebben dus eigenlijk heel snel dat geld bij elkaar gekregen. Nou, mijn idee was het toen dat het 180.000 gulden moest kosten. Dat was dan ook een aanvulling met zoveel klokken, hè, dus het een totaal carillon zou worden. En wij moesten daar de helft van ophoesten. Nou, dat is eigenlijk binnen een jaar gelukt. Ook dankzij een hele bijzondere gift die Egbert op zijn deurmat vond op een ochtend. Een envelop met 15.000 gulden. Ja, dat is dan leuk, hè? En dat was heel erg leuk. Dus toen was het eigenlijk heel snel voor elkaar. Dus wij konden een klok gaan bestellen. Ja, en je zei net, ik ben erbij geweest, dus met gieten waren. Ja, ja, dat is heel bijzonder. Ja, wat heel bijzonder is, je mag daar nooit bij zijn bij het gieten van een klok. Maar de laatste klok mochten wij dus aanwezig zijn. Nou, dat is ontzettend interessant. Dan zie je allemaal mannen in maanpakken. Want het zijn enorme grote vuren, het is de bloedheet. Ja, dat is een hele belevenis geweest ook weer. En dan ook nog, het is een prachtig museum, het klokkenmuseum daar. Het is werkelijk heel mooi. Ja, hoeveel klokken zijn er nu? 44. En het is helemaal compleet, hoor ik net van de voorzitter. Het is helemaal compleet, ja, ja, ja. Ja. Nou ja, en we hebben nu ook weer, Erika was een fijne bij haar dier. We hebben nu Bouke, nou die speelt ook fantastisch. Die man is heel erg actief met allerlei zaken. Heeft hier ook een enorme medewerking aan verleend. En, Ja, voor het stokkenklavier was het een beetje in de ban gedaan, hoorde ik. Hè? Door het keyboard wat er zeker, in stond. Zeker, en natuurlijk is het iets voor een speciaal publiek. Niet iedereen is er helemaal gecharmeerd van. Vooral als het een beetje hard klinkt. Maar het, het hoort bij Baren. Ik vind het, en het is ook een heel mooi stokklavier. Het is een hele mooie klokken. Het is een heel mooie bijaard. Een hele mooie bijaard. Dat zeggen de bijaardiers ook hier komen spelen. Ja, u loopt hier rond en u staat aan de schilderijen te kijken. Zit er een mooie bij? Nou, ik heb al wel wat mooie gezien, ja. Ja, prachtig. Als ik kwam met mijn twee kleine kinderen hier en die gingen gelijk op zoek naar de klepel. Hebben ze hem gevonden? Ja, Chiara die heeft de klepel gevonden en die is samen met Jermo boven in de klokkentoren geweest. Dus die vond het helemaal geweldig. Oh, wat leuk. En wat kreeg ze ervoor? Nee, nou, niet. Nee. Nou, nee, maar alleen het feit dat ze gevonden hadden was een cadeau. Ja, zometeen is de veiling, hè, van de schilderijen. Ja, ik begrijp het. Wacht je daar nog op? Ik denk dat ik nog wel eventjes... ik wil eerst nog eens even goed kijken wat er verder allemaal nog is. Want ik ben alleen nog maar hier net begonnen. En ik ben wel benieuwd wat er verder allemaal nog gaat gebeuren. Ik heb nog niet op het programmaboekje gekeken, dus dat weet ik niet.